Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. In de vorige aflevering hebben we de prinses bijna ontvoerd en dan ging het een beetje mis omdat onze Leroy een beetje de problemen meemaakte. En hebben we dus zeg maar zijn we in één keer op het toneelschip terechtgekomen en was de tijd bijna om voor deze aflevering, want we zaten op 34 minuten. En in deze aflevering gaan we daar dus gauw mee verder. Dus ja, heb je deel 2 niet gezien, dan snap je dit niet. Maar goed, we gaan gewoon verder. Prinses! Ik zou nog steeds Nederlandse commentaar doen. Laat me met rust. Stop! Kom terug hier! Schaf uit! Verkoop je een dreumes! Kom niet dichterbij! Handdoek wordt boos! Oh, dat heet! Tada! Zeepie, het is tijd. Prinses, we moeten hier wegwezen nu. Wat gebeurt hier? Objection! Leroy, volg me alsjeblieft niet meer! Kapitein, wat zijn uw orders, meneer? Prinses, het spijt me. Ik kan dit niet accepteren, dit kan gewoon niet. Oh, koppig als altijd, aren't you? Kom op, prinses, laten we deze meneer Roestigheid eventjes ditchen en gewoon niet weggaan, ja? Prinses, wacht! Objection! Gast, ben je oké? Ja, ik struikelde alleen, dat is alles. Prinses, ik kan het niet toestaan om jou te laten gaan. Arresteer ze onmiddellijk. En dan krijgen we dus een echte real-time battle. Ik hou van deze muziek. Nou krijgen we dus zeg maar 3 party members waar we dus echt mee mogen vechten. Ik zelf ben dus zeg maar heel erg goed in het vechten. Stouwler is heel erg goed met Black Magic en die kan dus vuuraanvallen doen. En Garnet kan dus heel erg goed healen. Dit zijn zeker wat we willen doen. We willen geen special effects meer gaan gebruiken. Aangezien dat we anders een probleem gaan krijgen. Dat we dus zeg maar, tijd gaan verspelen. En hun laten Leroy alleen achter. Hé, hey, kom terug hier! Nee, ik ben alleen maar bedaard. Ik heb een afspraak met mijn vrouw. Nou, Garnet die doet ons eventjes healen. Hartstikke makkelijk. Jij doet nog een keer je vuuraanval. Ik vind het zo handig. Taule die kan gewoon echt vuur uit. Die kan gewoon een vuuraanval. Dat is zo handig. Op dit moment is Taule gewoon echt de sterkste op het moment die we dus hebben. Dus daar ben ik echt blij om. Ah, het is alleen maar een vleeswond. Trommels, trommels. En nog eens trommels. Objection. Ik ken hun stemmen niet echt goed nadoen, maar het gaat om de los. Dus ik wil ze toch een beetje bij betrekken bij deze serie. Oké, alles is stabiel. We kunnen gaan. Oké, dan. Oké, de motorkamer die is ook goed. Oké. Starten, wegwezen. Ja, oké, tijd. Weet ik hier. Nou jongens, we hopen dat jullie genoten hebben van deze rare show. Wij naaien eruit. Tot ziens. Bedankt voor het kijken. Ja, oh, heel erg jammer. Vraag je geld maar terug wanneer dat je daar tijd voor hebt. En klachten kun je altijd kwijt bij die olifantenvrouw die op ons gaat lopen. Shit. Oh boy, wegwezen. Weg, we moeten weg. We moeten weg. Sloop het nou toch eens niet zo. Dit was niet gepland. Sorry. Ik hoop dat je verzekerd bent. Blame die blauwe olifant. Kan het? Even goed vasthouden. Leroy, hou jij je ook even goed vast? Ik weet het, je bent nou niet echt aan onze kant, maar ik moet ook zorgen, hè. Cannonball! Vuurbal! Mariobal! Met een gezicht! Wat de hel gebeurt er toch allemaal? Oké, battletijd. Alweer. Tegen wie nu weer? Tegen die vuurbal zeker. Weer tegen Leroy? Leroy, wil je nou nooit moe van jezelf? Objection. Oké. Dus dezelfde strategie als net. Gewoon zoveel mogelijk aanvallen. Vuur aanvallen met de handdoek. En gewoon blijven aanvallen. En Garnet zoveel mogelijk laten healen. Dit deze wedstrijd. Of ja, dit gevecht gaat eigenlijk dus zeg maar door. Totdat dat ding erachter gevaarlijk wordt. Dus misschien is het even handig om achter je te kijken, Leroy. Hey, Leroy, achter je.
Ik ga niet vallen voor zo'n oude truc. Objection. Karnik, doe jij ook eens een keer aanvallen, want heal is nou niet nodig. Echt, die vuuraanval van Tataule, die is gewoon geweldig. Alsjeblieft, Leroy, achter je. Ondertussen sla ik je nog een keer. Ik sla je ook. Geef je over. Eigenlijk ben ik het dit keer wel met de zeep mee eens. Je moet echt achter je kijken, kerel. Oh, naam blijven vallen. Er is eigenlijk weinig hier wat we kunnen doen, dus we alleen maar aanvallen. SFX geeft alleen maar weer special effects, maar aangezien dat we nou met ontsnappen bezig zijn en de blauwe olifant niks anders doet, het is een bom. Goh, goed gezien, Towler. Ik zal niet vallen voor zo'n oude truc! Nee, natuurlijk niet. Het nadeel is, die bom kunnen we ook niet aanvallen, dus het gaat ontploffen. Dus ja, het enige wat we kunnen doen is aanvallen. En die blauwe olifant weet ondertussen toch wat of we zeg maar, met foute dingen bezig zijn, dus SFX heeft geen nut. Oh, hij wil weer groeien. Leroy, we hebben je gewaarschuwd, jongen. Waarom ben je zo koppig? Niet slim. Boom, bitch. Game over. Of toch niet? We hebben wel flinke schade. Ben je boos? Oh. Je gaat moeder niet leuk vinden. Blijf nog eventjes stijgen, sorry, tot we in veilige luchtgebied komen. We gaan neerstorten! Dat is pech. Oeps. Nooit gedacht dat jij zoiets zou doen. Misschien ben je niet meer zo'n hopeloos klein meisje zoals vroeger. Zorn? Thorn? Is ons experiment klaar? Ja, mijn majesteit, hij is gevecht klaar. Ja, we kunnen daar heel makkelijk Prinses Garnet mee uitschakelen. Ik heb een leven nodig. Breng haar onmiddellijk terug. Oké, dus nu hebben we Bounty Hunters achter ons aan. Wat leuk. Oh, ik leef nog. Ik ben goed. Ik ben in orde. Don't worry about me. Oh man, dat ding zal niet meer vliegen. Damn it. Oh, missie geslaagd? Vraagteken? Oh, mijn rug doet me pijn. Ben je in orde? Ja, maar ik ben bang dat het schip niet zo goed heeft overleefd. Hans, geluk weer in deze stomme stinkbos. Dit gaat interessant worden. Wat ga je bedoelen, interessant worden? Ik hoor dat niemand het hier levend uit heeft gehaald uit dit bos. Bos, weet je, er is vuur overal en het komt een beetje, zeg maar, het gaat overal heen naartoe. Hou nou eens op met daar janken en krijg het gewoon eens onder controle, man! En zorg ervoor dat de gewonden hieruit komen. Oké. Oké, alle goodies, alles wat we kunnen gebruiken, weg. Wapens, items, alles wat we kunnen gebruiken. Weg ermee. Moeten we ze nou mogelijk naar buiten halen. Moeten we redden. Er is geen manier om het te overleven zonder al dat stuff. Dus ja. Oké, ik ben ermee bezig. Mooi. Oh, ik ben kapot. Ja, dat is niet ons probleem. Schiet op en doe dat vuur uit. Ik kan hier alles bij mijn eigen doen. Zo. Oh, wat zijn ze toch mee bezig? Heel dit schip gaat kapot. Ja, ze zijn aan het zoeken naar Garnet. Ze kunnen hem nergens vinden. Misschien is ze ergens afgevallen. Of misschien ligt ze onder het schip.
Oh, dit is geweldig. Eerst ontvoeren we haar en dan vermoorden we haar. Oh, we zullen hangen voor zijn zekerheid. Oh, 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 oh. Hé, Moogle. Zeepie. Ik sta ervan te kijken dat jij het overleeft. Ik kan niet geloven dat jij daar vanaf bent gesprongen. Je bent raar, je bent maf, wist je dat? Hé, ik ben er niet vanaf gesprongen, ik ben er vanaf gevlogen door de knallen, ja? Is iedereen in orde? Ja, ja, we hebben alles. Dat is gewoon echt duivels geluk wat we hebben. Maar we kunnen prinses nergens vinden. En als we die niet kunnen vinden, zijn we allemaal geweest. ATE-Cupo! Active Time Event is een systeem dat laat je zien dat er een andere cutscene ergens bezig is. Dus dan moet je op een knopje drukken en dan krijg je het te zien. Dus druk erop! Oké, dit zijn dus cutscenes die dus op andere locaties plaatsvinden. En die kunnen we dus nu zien. Joepie, nog meer cutscenes. Oh boy. Ben je in orde? Tuurlijk, duidelijk kan alles overleven. Komt hij er nog steeds? Komt hij nog steeds? Kijk uit! Gebeurt het ook allemaal, hè? Echt spannend. Oké, nou, wij gaan er maar eens wel eventjes naar zoeken. Maar, nu kunnen we dus heel eventjes Moskou. Die wil mail, maar we hebben geen mail, helaas. Jammer voor jou. Ja, we zouden kunnen saven, maar we zitten nou pas op 11 minuten, dus ik kan wel eerst eventjes dit doen. Dus nou komen we in een paar echte bells terecht. En nou komen we dus eindelijk op het punt dat als we random encounters tegenkomen, tot we ook kunnen gaan knippen. Kan ik eindelijk uitleggen hoe dat werkt. Goed, het eerste wat ik nog ga doen is eventjes mijn eigen goed equippen. We hebben een dagger, we hebben een leatherhead, we hebben nog een leatherhead, we hebben een wrist. We hebben een leather shirt, we hebben een wrist en we hebben niks. Dus nou kunnen we dus zeg maar die dingen equippen. En protect girls zorgt ervoor dat we dus zeg maar vrouwelijke karakters zeg maar kunnen protecten op het moment dat ze weinig health hebben. Fleet jail zorgt ervoor dat we alsnog geld kunnen krijgen als we wegrennen van een battle. En voor de rest heb ik helemaal niks. Oké, nou laten we het daar maar mee doen. Oké, nou dan gaan we dus zeg maar lopen en dan krijgen we hier onze eerste random encounter, net zoals in Pokémon. Waarop dat we dus zeg maar constant moeten vechten, experience op gaan doen en sterker gaan worden. Wat dus heel erg handig kan zijn. Nou, hoe dat ik dit aan ga pakken, elke keer als er dus zeg maar een vijand komt die we dus al hebben gezien, knip ik naar voren toe. Op dit moment zien we een goblin, die doet knife, wij doen knife terug en wij winnen. Dus kom ik nou weer een goblin tegen, knip ik gewoon naar voren toe. Anders duurt het wel extreem lang. Nou, we zijn een leveltje omhoog gegaan. En voordat ik het dit keer vergeet, wil ik dit zo snel mogelijk nou doen. Wil ik eventjes ervoor zorgen tot wij dus zeg maar onze Active Time Battle op actief hebben staan. Zodat op het moment dat de keuzes maakt de andere balkjes gewoon doorlopen. Dit betekent ook dat de vijand doorloopt. Dus wordt het iets moeilijker. Maar kunnen we er wel voor zorgen dat het zeg maar wat makkelijker allemaal gaat lopen. We hebben een random encounter. Is weer een goblin, want dan knip ik gewoon naar voren. Oh, het is een nieuwe vijand. Een wolfie. Wolfie weer wolfie. Ah, die is ook heel erg makkelijk te verslaan. Eén klap, that's it. Oh, jammer. Ik dacht twee. Eén klap is genoeg. Ik moet wel mijn HP in de gaten houden, zie ik. Auw. De pijn. Sterf. Echt serieus, ben mijn huppie. Dat is niet echt handig. Maar oké, nou wel weer een beetje experience erbij. Krijgen we ook AP, wat er dus voor zorgt dat we die skills leren. Heel erg handig. Ik ga heel eventjes wel healen, want ik wil geen game over hebben. Oké, nou we zijn 100% gehealed. Oké, laten we doorlopen. Ze zitten in de problemen! Wat de hel is dat? Laat de prinses nu los! Onmiddellijk! Ja, alsof dat hij naar jou gaat luisteren. Jackson? Come on! Step it up! Oké, nou, laten we dit maar gaan doen. Oké, dit is eigenlijk een soort van boss battle. Deze is required, dus deze kunnen we sowieso niet skippen. Maar hier wordt ons trance uitgelegd. Op het moment dat wij heel veel klappen krijgen of heel veel schade kunnen doen, komt er dus zeg maar een speciale aanval vrij die we kunnen gebruiken op het moment dat we ons balkje vol hebben. Wat is dat licht? Ik heb het net uitgelegd. Maar het zorgt ervoor dat ik zeker word. Want dat heb ik net uitgelegd. Is het echt trance? Ja, ik heb er wel eens van gehoord. Het is een soort van emotie. Nee, het is gewoon als ik te veel klappen krijg. Maar goed, laten we hem eventjes inmaken. Oké, dit keer werken we samen. Vooruit dan. Oké, Zeepie en Leroy werken samen. Hartstikke leuk. Dus we moeten ervoor zorgen dat dus, zeg maar, de prinses niet doodgaat. En dat kunnen we dus gewoon doen door Free Energy. Moet wel uitkijken, want je kunt de prinses wel raken en dat willen we dus niet. Verder vind ik het ook altijd heel erg handig om ervoor te zorgen dat we dus... Kijk, wat is dat? Ja, zo.
Dan kun je dus zeg maar precies zien wat je aanvalt. En ja, dat is eigenlijk best wel handig. Oh, ik vind het echt niet leuk als hij mee gaat meppen. Oké, Dine, dat is die speciale aanval die we kunnen doen. We moeten wel zorgen dat onze prinses het overleeft, want anders overleven wij het niet. En dat zal niet goed zijn. Dus we moeten doorgaan. Oh boy, we moeten nou echt dadelijk een potion gebruiken, want anders overleeft de prinses het niet. Oh, we hebben het al gehaald, gelukkig. Oh, hij gaat gewoon weg! Wat een laf beest. Drommels. Daar ben ik het niet mee eens. Prinses, prinses, ja. Echt serieus, hè? Where did they come from? Where did they go? Where did they come from? Ze is weg. Oké, okay, nou sorry handdoek. Sheesh. Sorry, ik was een beetje bang. Ik kon geen spreuken doen. Ik bedoel, de man dat was eng. Die gaat er waarschijnlijk opvreten ergens of zo. Hoe kon ik dit laten gebeuren? Arme Leroy. Maak je geen zorgen, ze is nog niet dood. Dat monster is waarschijnlijk alleen maar zo'n klein vijandje. En die gaat natuurlijk naar de baas of zo, weet ik veel. Huh. Dat betekent dat de prinses misschien nog kan overleven. We moeten dat nu vinden. Nu meteen. Half minuut. Oh shit. Laat de handdoek met rust. Ik heb hier problemen mee. Laat me los en help me, Dory. Nou, hij doet wel gelijk zijn vuurspreuken, dus het zorgt ervoor dat hij dus zeg maar schade krijgt. En magie ziet er dus zeg maar heel erg effectief uit. Maar we moeten dus wel zeg maar de HP van de handdoek in de gaten houden. Dat is zeg maar heel erg belangrijk. Oké, okay. Hoeveel HP heeft hij nog? 40, oké. Okay. En beide aanvallen. Oh, en hier heeft steel trouwens bijna geen effect. Want op het moment dat je hem gaat stealen, hij zal alleen maar een paar potions op zijn minst hebben ofzo. Nice, netjes. Goed gedaan handdoek, ik ben trots op je. Oké, doet right stem. Kunnen we hem nog een keer dubbel aanvallen. Het is wel jammer dat we de Taulus zijn, ATP niet echt goed kunnen zien. Maar ja, hij doet weer fire en daar ben ik eigenlijk heel erg tevreden over. Oké, 86. Left stem. Daar ben ik ook niet blij om. Slaat hem gewoon uit die namaals. Taulus, doe nog een keer vuur, kom op. Gebruik je aansteker. Ik denk dat ik hem nou iets moet gaan healen. Oké, Towler even healen. En jij doet hem weer aanvallen. Ja, de Towler heeft nog maar 16 HP, dus we moeten wel. Daar komt de vuuraanval. Netjes. Oh, we zijn al klaar. Towler had onze hulp eigenlijk helemaal niet nodig. Zijn vuuraanval was eigenlijk al meer dan genoeg. Maar ja, we zijn happy. Hey, ik vind dat Towler daar ook eigenlijk AP voor moet krijgen. Nee, maakt niet uit. Oké, we krijgen eyedrops. Dat zorgt ervoor dat darkness dus eigenlijk zeg maar minder effectief is. Of ja, darkness is wel effectief, maar het cured het. Oh, bedankt. Ben je in orde? Ja, tuurlijk. Ik denk het wel. Oh, kijk uit. Groen. Oké, ik was een beetje te laat. Oh, fijn. Moet ik arme boy ook nog eens een keertje gaan brengen? Objection. Jullie hebben echt geluk. Als het niet voor Zeepie was, waren jullie allebei dood geweest. Sommige monsters hier in deze bossen, die hebben van die zaadjes. En die planten ze in andere dieren. En zo doen ze dan, wanneer dat die zaadjes uitkomen, dan is het hasta la vista, dan ben je hun voedsel. Ga ik dood? Nee. Je zal in orde zijn. Hier, drink dit. Het zal de seed van je lichaam verwijderen. Nou. Yuck. Ik hou niet van blueberries. Denk ik. Weet ik veel. Prinses, kom eraan. Ben je niet echt moe van die gast? Leroy, doe eens niet zo irritant. Aan de kant. Kamer, achter je, nu. Maar de prinses is in gevaar. Zitten jullie er soms aan te denken om haar achter te laten? Je bent niet in een goede staat op dit moment om iets te doen. Maak je geen zorgen over de prinses, de baas verzint wel iets. Hey, stop. Ga slapen. Ja, en neem dat medicijn wat we hebben gegeven. Verdorie, ik kan hier toch niet blijven staan.
Prinses, het leven ligt in mijn handen. Oh, wat kan de baas denken wat hij wel niet kan doen? De medicijn, het stinkt. En de kleur, het zal wel vergif zijn. Objection. Oh, ik kan niet meer. Oh, god help me. Ach ja, dan maar drinken. Smaakt eigenlijk best wel goed. Geen objection. Vergeet het! Monsters komen hier uit de mist. Serieus, die kruipen hier overal. Ja, nou en? Er is niks waar we niet kunnen aankunnen. Ja, zo. En wat doen we dan met degenen die gewond zijn? Ja, we kunnen de mensen meenemen. Ik bedoel, dat is net zo makkelijk. Hoe nemen we ze allemaal mee? Serieus. Als we nu naar buiten toe gaan, zijn we allemaal dood. Echt, serieus. Mijn jongens gaan voor de prinses, dat weet je. Jammer voor je. Tori! Wij blijven hier totdat iedereen beter is. En je zult maar geen stap buiten dit bootje inzetten. Begrepen? Ik kan niet geloven dat je haar gewoon achter wil laten. Je bent niks maar een groot watje. Jij bent een groot watje, die stinkt. Meh. Dat deed best wel pijn wat je daar zei. Oké, dus we krijgen weer active time events. Oké, nou laten we even kijken. Time to escape. Bij wie is dit? Och, het is bij onze Leroy. Het ziet er hier niet goed uit. Misschien kan ik hier wel naar buiten, om tegen de muur aan te beuken of zo. Vuur! Hey, brand hier nog, laat me eruit! Ik voel me nog steeds niet lekker. Verdurrie. Een puinhoop. Wat is dit? Oh, wat een lelijke pop! Prinses Garnet, 15 jaar oud. Hoe durven ze de prinses naam op zo'n lelijke pop neer te schrijven? Verdorie. Trouwens, de prinses is 16, niet 15. Ah, prinses. Prins 7, prins 8, prins 9. Oké, dus dan hebben we dat ook weer gezien. Wat hebben we nog meer? Girl who left behind. Wie is dat? Oh, dat was vrouwke. Ruby of zo. Waar is iedereen naartoe gegaan? En wat moet ik nou gaan doen? Weet ik veel. Was dat het? Serieus, dat is een... Oh, my little baby, my little baby. Oké. Het moet hier ergens liggen. Huh? Verdorie! Waar is hij? Wat is er gebeurd met mijn Garnet doll? Die heeft Leroy. Oh, verdorie, moet ik nou gaan slapen? Verdorie, arme poppetje. Oh, het vuur zal het wel gepakt hebben. Nee! Echt, wat een stel whiners. Echt serieus. Oké, nou. We zien hier in ieder geval ook weer een kistje. Oi, Blank. Hoi. Ja, ik heb die zware Black Mage, heb ik ook wel medicijn. Ah, hij komt wel in orde. Wees lief tegen de touwler. Waarom zeg je niet even hoi tegen hem? Ik denk dat hij je wil bedanken. Wil de touwler mij bedanken? Dat zou voor het eerst zijn. Touwler, wil je mij bedanken? Touwler? 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 Oh. Ja, dank dat je me geholpen hebt. Ah, geen probleem! Ik zeg dit alleen maar omdat het in je spel wordt gezegd. Voor de rest denk ik bij mij, volgende Mario Kart, krijg je weer een red shell. Ja, buiten dat. Trouwens, jouw zwarte magie, hè, dat is hetgene wat de dag eigenlijk redde. Weet je, je hebt een enorme kracht in je voor zo'n klein jongetje. Wie noem jij je klein? Wil je echt een red shell tegen je aankrijgen of zo? Dat is een mis. Ben je boos op me omdat ik je klein noemde? Hé, hey, je bent een grote magier met grote krachten, oké? Okay? Serieus, wat maakt het uit hoe dat je eruit ziet? Het gaat om de binnenkant, niet om de buitenkant. Het spijt me. Maar bij de eerstvolgende Mario Kart krijg jij nog een red shell tegen je aan. En wanneer dat monster haar gevangen had, ja, ik kon niks doen. Want dat stond in mijn script. Ah, maak je geen zorgen over de prinses. Wij krijgen haar wel terug. Dat bedank ik je wel voor. Ja, dankjewel, meneer Zeep. Hé, hey, rustig aan. Dat is de eerste keer dat iemand me meneer noemt. Gewoon Zeepie. Meer een... Oké? Oké, Zeepie. Alleen maar omdat het in het script staat. Anders, jongen. Echt. Niks vind ik zo leuk als in dit soort spellen te improviseren. Dus, ja, hij was behoorlijk down. Misschien had ik hem niet moeten die belofte moeten maken. Ik weet nog niet eens of ik hem kan vinden. Flashback land! Nou, al een flashback? Serieus, we zitten pas in aflevering 3. Man, ik heb me nog nooit zo raar gevoeld. Dat ik nou al gewoon denk bij mijn eigen tijd voor een flashback. Al die kijkertjes die zitten te kijken, die zullen dit vast en zeker alweer vergeten zijn. Vandaar deze flashback.
Maar misschien was het namelijk het lot dat ons samen heeft gebracht. Ik kan het niet uitleggen. Vandaar deze flashback. Speciaal voor mijn kijkertjes, die part 1 niet hebben gezien. Of part 2, ik weet niet precies welke part het was. Ah, ik kan niet over aan denken. Weet je wat, we gaan er gewoon zoeken. Nee, serieus, ze is lief en ze is in problemen. Dus, en ze ziet er aardig uit, dus dat is alles wat boeit. Oh, daar ben je. Oh, hoi Blank. Waarom kijk je zo serieus? Oh god, waar ben je dit keer weer van plan? Hé, hey, ik ga de ridder even pakken en die Black Mage en we gaan de prinses halen, ja? Je bent gek. Serieus. Je bent gek. Je weet nog niet eens wat er buiten allemaal ligt. En trouwens, er is geen weg dat de baas dat goed zal vinden. Ik weet het. Waarom moet je altijd de held spelen? Serieus, de baas die maakt je dood. Ach, waar wacht je op? Vraag het aan de baas. Oké, maar eerst wil ik even dit kistje openen hier. Yay, we hebben een wrist. Oftewel, equipment die we eigenlijk al genoeg hebben. Maar goed, laten we maar eventjes de baas vragen dan. En ik weet het, we zitten alweer 26 afleveringen in deze minuut. Maar daar kunnen we op dit moment weinig aan doen. Hier liggen bronzen gloves, dat is voor Leroy. Dus daar kunnen we op dit moment nog wel niks mee. Hier ligt verder nog niks, oké. Hartstikke spannend allemaal. Wat heb ik hier nog mee? Oh boy. Ik ga de verkeerde kant op. Gaan we deze kant op. En hierheen. Yo! Ja, je hebt daar die... Oké. Je hebt niks boeiends te zeggen. Oké, dus om naar de baas toe te gaan moeten we door die deur daar. Maar om heel eerlijk te zijn weet ik dat hier nog iets ligt. Een rubberen helm. Ook al is het handig voor Leroy. En voor de rest wil ik eigenlijk eerst eventjes naar buiten toe om nou het spel op te gaan slaan. Eindelijk. En de rest te bewaren, zeg maar, voor de volgende aflevering die morgen gaat komen. Dus zoals altijd, heb je nog vragen over deze aflevering? Of heb je een leuk momentje? Laat het weten natuurlijk in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter voor alle voice acting en alle praatjes die ik door elkaar heen moest doen. En improvisatie wat ik moest doen. Omdat ik namelijk zo entertainend mogelijk voor jullie wil gaan houden. Dus als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter. Dus wordt natuurlijk heel erg op prijs gesteld. Dus ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie morgen komen te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. En met dat gezegd hebben... Tot dan. Doei!